Breda Nu. Je weet het meteen. De gemeente Breda is bezig met een pilot voor wasbare luiers onder de naam Mazzelkontjes. Waarom organiseert de gemeente Breda het project Mazzelkontjes? We gaan het afval in Breda gaan we op een andere manier inzamelen. Dus de grondstoffen worden thuis opgehaald en je moet het restafval zelf weg gaan brengen naar een ondergrondse container. Daar moeten we dus eigenlijk iets aan gaan doen. Toen zijn we gaan googlen, toen kwamen we uit bij Milieu Centraal. En daar zag ik dat ze een project hadden, Mazzelkontjes. En toen ben ik in contact getreden met hun. En toen dachten we, ja, dat is het eigenlijk. Als mensen wasbare luiers hebben, dan hoeven ze die luiers, die doe je in de wasmachine, maar dan hoef je in ieder geval niet meer naar de ondergrondse container. En nou ja, het is natuurlijk makkelijk, want je hoeft geen luiers in te kopen en je hoeft ze ook niet meer weg te brengen. Dus vandaar. Ja, wat vindt u van dit initiatief van wasbare luiers? Ik vind een goed initiatief, want inderdaad, je moet anders een paar keer per week wel echt naar die container gaan lopen. Nou, misschien heb je soms een keer geen tijd en dan ligt die luis maar in je huis ergens. En bovendien bespaar je er ook uiteindelijk geld mee, omdat je dus niet elke keer luis hoeft te kopen. En dat hebben ze ook helemaal berekend, met wassen inclusief, dat de kosten daarvan bespaard blijven. En wat krijgt u allemaal in dit pakket? Want er ligt hier echt van alles op tafel. Ja, het zijn allemaal verschillende dingen. Het komt sowieso in deze doos. Dus alles past in die doos. En hier heb je als eerste luieremmen. Er zitten twee wasnetten bij. Dit zijn zeg maar de luiers. Die kan je ook zelfs verstellen. Verder komt hier een overbroekje bij. Die doe je er overheen. Dat is dan tegen het lekken. Er zit trouwens hier ook nog een inlegger in. Deze. Ja, dus voor 's nachts is die inlegger fijn, dan heb je wat extra houvast voor de luier. Verder heb je dan ook nog deze rompenverlengers. Die klik je dus op de rompers die je al hebt. En daarmee kan je dus je eigen rompers nog gebruiken, want de luiers zijn iets dikker dan gewone luiers. Dus dat is wel prettig dat je die kan blijven gebruiken. En verder heb je hier de billendoekjes, die zijn ook wasbaar. Dan heb je hier een doosje staan met lotion, daar doe je wat water bij. Dan heb je gewoon vochtige billendoekjes, die ook lekker ruiken. En daar hoef je er vaak maar één van te gebruiken, want vaak als je een poepluier hebt, gebruik je wel 5 billendoekjes. Normale billendoekjes dan, zeg maar. En nu hoef je er dan maar één te gebruiken. Breda Nu. Je weet het meteen.